Muziek van Glenn Miller was dat in de Big Band Show. Tja, en nu? Dit is BRT 1, BRT 2, BRT 3 en de Wereldomroep. Vanwege een vakbondsactie luistert u nu naar een vervangingsprogramma. Meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Gäste, verehrte Vertreter von Presse, Rundfunk und Fernsehen, liebe Parteifreunde, ich eröffne den... Vanavond interveneren voor u Alice van Daal, Jan van Dam en Herman van Molle. Een goede avond, beste Benelux. Dit is TV Touché, tweede jaargang, aflevering 4, waarin ook vanavond weer volgende onderwerpen niet worden behandeld. Wordt prins Albert dan toch door zijn vrouw opgewonden? Alweer afvloeien bij de NMBS. Adopteert JR vanaf volgende donderdag de kleine Arnold... Prins Philip haalt eindelijk zijn vliegbrevet. En turntoestellen zijn geen speelgoed. Uiteraard komen wij uitgebreid terug op de voorbije gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober laatstleden. Maar nu eerst het buitenland. En meteen midden in de feeststemming. Het begin van het atoomtijdperk op 2 december 1942 is vrijwel onopgemerkt voorbijgegaan. De eerste nucleaire kernreactie werd door de aanwezige wetenschappers gevierd met een glaasje goedkope Italiaanse wijn. Voor het einde van het atoomtijdperk wordt alvast vuurwerk beloofd. Nieuwsjes uit de medische sector. De dokterstarieven stegen vorige week weer kortzochtig. Voor een doordeweeks griepje ben je al gauw 850 frank kwijt. Maar, en dat moeten we toegeven... De service is er dan ook naar. Ah, mevrouw De Bruyne. Ga zitten. Hoe is het nog met u? Hoor, ik mag niet klagen. En met u, dokter? Te veel werk, mevrouw De Bruyne. Veel te veel werk. Ja, een heel onregelmatig eten en slapen. Je kent dat, hè. Dan raakt de spijsvertering een beetje ontregeld. En hoofdpijn soms ook. En duizeligheid. Wanneer ik nu bijvoorbeeld een tijd heb neergezegd, hè? En ik sta daar nu niet recht, hè? Wel, dan draait het allemaal voor mijn ogen. Ja. Een hoge bloeddruk waarschijnlijk. Ja, en van mijn rug, daar raak ik ook maar niet van verlost. Maar ja, dat heb ik van mijn vader, die had er ook veel last van. Ja. Nee, ik voel me niet. Er zit geen fut niet meer in. Hè? En, daar zitten nog veel mensen in de wachtkamer, zeker. Ja, dokter. Oké, dat is dan 850, mevrouw De Bruyne. Nieuws nu van Over de Kleine Plas. In haar ambtswoning te Downing Street kreeg de Britse premier Thatcher deze week het bezoek van een bomaanslag. Deze werd opgeëist door het bevrijdingsfront van de dieren. Thatcher overleefde de aanslag. Toch had de actie succes. Orson McIntosh, de 7-jarige goudvis die Thatcher nu toch al een aantal maanden in haar bokaal gevangen houdt, kreeg door de explosie zijn vrijheid terug. Thatcher zelf werd door een rondzwervende glasscherf volgetroffen in haar buis van Eustachius. Een garagist van British Leyland heeft haar echter voorlopig gedepaneerd. Daardoor echter kon de premier niet meer horen wat de mensen om haar heen zegden. Er is dus een grote kans dat ze zich volgend jaar opnieuw verkiesbaar stelt. Hoe dan ook, de ijzeren lady verkropt de pijn. Hurtful. I don't think it'll last.
toch redenen genoeg voor enkele Argentijnse Falkland-veteranen om op melodieuze wijze uiting te geven aan hun grote vreugde. Nucleaire variant. Volgens een artikel in Stern zullen de kruisraketten voorlopig geplaatst worden in West-Duitsland. In geval van oorlog worden ze onmiddellijk naar België overgebracht. Om in dat geval zeker geen tijd te verliezen, zullen ze vanuit West-Duitsland naar België worden geschoten. Straks nog meer TV-touché, maar nu eerst enkele commerciële flasjes. Je was jong, je wou wel eens wat, maar je vond nou niet bepaald je draai. Speciaal voor jou, nieuw uit Latijns-Amerika. Uno, dos, tres, cuatro.